eind juni niks voor mezelf te kopen. Zomer was gewoon één grote zomershop nog doen. Oh, deze is wel open. Emma, gaan we met. Goedemorgen allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 7 mei en weekvlog 34 alweer. Ja, het is dus maandag. En ik heb mijn bandeau top aan en een kort broekje, want ik ga zo meteen even lekker in de zon liggen in de tuin. Niet op het dakterras, want daar zit nog heel erg veel schaduw. Want het is nog best wel vroeg, het is nu 12 uur of zo. En ik heb net even mijn make-up gedaan, of nou, even mascara en een beetje mijn wenkbrauwen gedaan. En ja, ik heb straks rijles om 2:30. Ik zou eigenlijk naar het strand gaan, maar 2:30 heb ik dus rijles en dan zou ik echt maar een uurtje op het strand liggen. Dus dat was niet echt chill, dus ik ga gewoon lekker in de tuin liggen. En dan heb ik rijles van 2:30 tot 4:00. En dan daarna ga ik met Milan bij zijn opa en oma eten. Dus dat is ook heel erg leuk en gezellig. Dus, nou ja, ik wilde dus nu dus ja zeggen. Maar er reageerde vorige week een meisje. Of na afgelopen weekvlog reageerde er een meisje. Dat ik dus heel erg vaak dus ja en maar goed zeg. Dus ik wil erop letten dat ik dat minder vaak ga zeggen. Mijn moeder heeft zaterdag superleuk de tuin een beetje versierd en zo. Of nou, versierd. Ze heeft nieuwe dingetjes ervoor gekocht. Dat zal ik zo meteen even laten zien. Oh, hele mond vol. Dus ik ga nu even lekker in de tuin liggen. Heel de tijd totdat ik rijles heb. Ik heb echt geen zin in rijles, want het is zo warm. En het is zo heet in die auto. En 1,5 uur, oh, schiet me lek. Maar ja. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oké, ik heb even snel omgekleed, want ik heb rijles. Shirtje is van de H&M. Broekje van de Zara. Zeg maar, het is een broekje, maar het lijkt weer een rokje. En ik doe gewoon mijn Sandra's aan, want die vind ik het chillste met autorijden. Dus ik moet nu even wachten tot die man me appt dat hij er is. Dan heb ik autorijles. En daarna ga ik snel naar Miu. Want dan gaan we naar zijn opa en oma. Oh mijn god, ik heb het zo warm. Het is zo verschrikkelijk heet. Echt, oh. En ik heb maar gewoon in een knot. Oké, ik ben terug van rijles. Het ging super goed. Het is nu 4:15 en ik ga verwachten tot Miu hier is, want hij komt me ophalen. En dan gaan we bij zijn opa en oma eten. Super gezellig. Ik heb wel veel andere schoenen aangetrokken. Mijn groene... Oh, waarom? Ik ben niet zo lenig. Mijn groene Isabel Marant. Ja, gewoon, ik weet niet. Die vond ik leuker eronder staan. En ik ben nu nog even filmpjes op YouTube aan het kijken. En mijn haar is echt super statisch. Je ziet dat het zo omhoog staat. Maar, dus ik kan even wachten. Hij kan er elk moment zijn, denk ik. Rond 4:30 of zo. Geen idee, ik zie het wel. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 8 mei. En ik zit lekker op het dakterras al. Wel in mijn bikini, maar wel even met een dekentje eroverheen. Zodat je niks ziet, zeg maar. Maar er staat nog niet echt heel erg veel zon. Op het dakterras eigenlijk helemaal niet. Dus ik twijfel of ik in de tuin even ga zitten en dan wacht tot hier de zon is. Of dat ik gewoon hier lekker blijf liggen en dan komt de zon vanzelf wel. Het is namelijk pas 11:15. Ik heb even wat te drinken en wat te eten gemaakt en mijn laptop gepakt. Dus ik ga lekker filmpjes kijken gewoon. Maar ik twijfel dus of ik beneden ga liggen of niet. Ik moet vanavond van 5 tot 7, of nou tot 7:30, want ik moet sluiten, stage lopen. Dus dat is wat minder, maar ja. Ik hoop dat ik wel gewoon lekker de rest van de dag lekker kan liggen. Want daarom ben ik ook een beetje vroeg opgestaan. Dacht ik, kan ik lekker lang in de zon liggen. Maar dan moet de zon wel komen. Want zoals je kunt zien, heb ik alleen heel klein beetje daar zon. Maar dat is het ook wel. Ik heb nog niks aan mijn kop gedaan. Zoals je kunt zien, ik heb ook nog niet gedoucht. Want ik dacht, ik kan wel nu gaan douchen. En dan in de zon liggen en zweten. En dan daarna weer douchen. Maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Dus ik ga gewoon lekker vies in de zon liggen. En dan strakjes voordat ik naar stage ga, ga ik douchen. Dus ja. Gisteravond gingen we dan bij Milan, Miu en ik en zijn vader gingen bij zijn opa en oma eten. Was echt super gezellig. Heel lekker gegeten. We hebben ook champignons gegeten. En ik wist helemaal niet dat... Nou, vroeger vond ik dat echt super lekker. Maar ik dacht dus dat ik het nu niet meer lustte. Maar gisteravond dacht ik, ja, ik ga niet zeggen, oh, dat lust ik niet. Dus ik ga het wel gewoon proberen. Maar uiteindelijk vond ik het echt super lekker. Dus... Dat was wel heel erg leuk. En voor de rest ga ik vandaag niks doen. Ja, stage lopen maar. En waarschijnlijk ga ik morgen met mijn moeder. Mijn opa en oma hebben een woonboot in Vinkeveen. Gaan we daar even langs. Want die zitten daar altijd met de zomer.
Oh, en trouwens, arm had je helemaal nog niet laten zien. Die heb ik van Mila's moeder gekregen met die smiley. Super schattig. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag 9 mei. En ik zie er echt niet uit, ik ben echt net wakker. Ja, net wakker. Ik heb wel even ontbeten. En ik heb dit tuniekje weer aangetrokken en mijn bikini. Want ik wilde eigenlijk in de zon gaan liggen, maar ja, ik weet niet of je het ziet. Er is wel zon, maar het is niet zo warm als de afgelopen 2 dagen. Dus dat is wel jammer. Oh, ik zie er zo slecht uit. Oh my god. Ik moet echt mijn wenkbrauwen verven. Ze zijn zo licht geworden. Maar oké. Ik zou eigenlijk vandaag met mijn moeder naar mijn opa en oma gaan. Naar Vinkeveen. Daar hebben ze een boot. Maar er wordt vandaag post bezorgd. Dus ik kon niet mee. Dus daar moet ik gewoon heel de dag op wachten. En ik wilde eigenlijk mijn nagels lakken. Want gisteren had ik stage. Ik had niet meer gefilmd, want ik was super chagrijnig omdat ik naar stage moest. Maar ik haalde altijd mijn nagellak eraf. Want als je dan een parfum spuit en zo, gaat het er toch wel af. Dus ik had het eraf gehaald. Maar ik wil het eigenlijk weer opnieuw lakken. Maar ik heb vrijdag weer stage. Dus dan lak ik het eigenlijk een beetje voor niks. Maar okay. Ik heb dus dit shirtje. Even kijken. Dit shirtje heb ik verkocht via Unite Wardrobe. Ik weet niet of je hem kan zien. Deze van de H&M en de achterkant heeft die van die bloemetjes. Schijnt een beetje door. Dus die ga ik nu even inpakken en dan strakjes naar de primaire brengen. Maar ik moet natuurlijk eerst wachten tot mijn eigen pakketje wordt geleverd. Pakketje bezorgd van Nelly.com. Want ik heb een bikini besteld. Maar ik twijfel een beetje of ik het ga laten zien. Ik denk het namelijk niet. Want ik wil alles eigenlijk een beetje opsparen. Wat met vakantie te maken heeft. Wat ik heb gekocht. En dan rond de zomervakantie gewoon 1 grote zomershoplog doen. Dus ik ga dit nog niet laten zien. Dit komt over denk ik 1,5 maand of zo vanzelf wel tevoorschijn. En dit is altijd te koop bij Nelly.com. Want ik heb ook een bikinibroekje besteld. Die was er vorig jaar ook al. Dus het is niet zo dat het over een week is uitverkocht. Dus ja, ik ga dit gewoon bewaren. Ik ga wel voor mezelf openmaken, maar ik ga het nog niet aan jullie laten zien. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag 10 mei. Ja, 10 mei. En ik kom net terug van Milan. Ik ben daar gisteravond blijven slapen. Dus daar was ik vandaag ook nog een beetje onverwacht. Want eigenlijk zouden we alleen vandaag afspreken. Maar ik bleef daar ook weer slapen. Super gezellig. Wat ik trouwens ook gelijk even wil zeggen, want er wordt heel vaak aan mij gevraagd van waarom laat je Milan nooit in je video's zien en hoe ziet Milan eruit en waarom film je hem nooit. Dat komt eigenlijk omdat hij dat zelf gewoon niet wil. Hij wil gewoon niet op beeld, wat ik op zich ook wel snap. En ik ga het hem niet verplichten of dwingen of zo van ja, je moet in mijn video's, bla bla. Dat ga ik niet doen. Als je nou toch wel weet hoe hij eruit ziet, kan je wel even op mijn Instagram kijken, want daar zijn wel wat foto's staan met hem op. Dus dan weet je wel een beetje hoe hij eruit ziet. Dan heb je een beetje een idee in je hoofd als ik zeg ik ben bij Milan geweest. Dus ja. Maar ik snap het op zich ook wel, want als iemand heel veel tijd zegt van ja, ik ben bij Milan geweest of ik ga naar Milan, dan zou ik ook nieuwsgierig zijn hoe diegene eruit ziet. Maar we gaan volgende week deze muur wit verven. Ik weet, ik zeg dat al heel lang, maar we hebben gewoon steeds geen tijd. En ik heb nu wel al een pot verf gehaald en van die korstjes en zo. Dus we kunnen wel gaan verven. Dus dat gaan we volgende week doen. Dus heel misschien dat hij dan in de video wil. Ik ga het heel voorzichtig aan hem vragen. Maar misschien dan. En ja, anders pech. Misschien komt hij ook nog in de video. Misschien gaan we ook nog een video samen maken. Ik weet het niet. Volgens mij is deze weekvlog ook echt zo kort geworden. Of nou, hij is heel kort. Ik hoop echt dat ik hem deze komende dagen wat langer kan gaan maken. Want volgens mij is hij echt pas 6 minuten of zo. En dat vind ik echt niet leuk. Want mijn afgelopen weekvlogs waren echt allemaal 25 minuten. En dat vind ik zo leuk of zo om dan lange weekvlogs te maken. En dan komt er eentje van 6 minuten. Ja, daar werk ik niet zo aan. Maar goed. Morgen stage lopen van 9 tot 5. Zaterdag werken van 12 tot 4. Zondag is mijn nieuwe zusjarig. Dus ja. Ik ga nu even mijn nagellakbak uitzoeken. Want er is echt heel veel nagellak dat gewoon is opgedroogd. Dat gewoon weg moet. Dus die ga ik even uitzoeken en dan ga ik mijn nagels lakken en lekker video's kijken.
En ik heb dit shirtje voor het eerst echt aan. Ik had hem wel aan voor een foto, maar ik heb hem nog nooit echt aangehad. Deze van Gis Louise. En ik heb gewoon een broek erbij aan. Een spijker of een donkergrijze broek van de Isis. En ik heb met mezelf iets afgesproken. Want als ik mijn vlogs terugkijk of aan het bewerken ben, zeg maar. Dan merk ik best wel dat ik de laatste tijd echt best wel veel dingetjes koop en zo. Ik krijg natuurlijk ook wel wat dingetjes opgestuurd. Dus daar betaal ik wel niet voor. Maar ik heb ook wat dingetjes best wel veel gekocht de laatste tijd. En ik wil dus gaan proberen. Heel moeilijk. Tot eind juni niks voor mezelf te kopen. Dus stel ik aan mijn verjaardag moet ik dan een cadeautje voor iemand kopen. Maar ik bedoel geen shirtjes, broeken, bikinis, schoenen, niks. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik weet het niet. De meeste mensen aan wie ik het vertel, of nou, mijn moeder en Milan en zo, die denken dat het niet gaat lukken. Ik weet het niet. Dus ik ben benieuwd of dat maar gaat lukken. Ik hoop het wel. Ik denk het niet, maar ik hoop het wel. Eind juni, jongens. Dat is nog anderhalve maand. Ongeveer wat langer zelfs. Want het is pas 10 mei. Maar goed. Ik ga even mijn nagellak uitzoeken. Deze nagellakjes ga ik allemaal wegdoen, want sommige zijn uitgedroogd. En bijvoorbeeld dit is zo'n kreknagellak, weet je, en gaat hij helemaal scheuren. Dat draag ik gewoon niet meer. En dit kleurtje draag ik ook niet meer. En de rest is gewoon uitgedroogd. En deze heb ik 2 keer en deze bijna op, dus die gaat ook weg. Ik zit nu te twijfelen tussen deze 3 kleurtjes welke ik op ga doen. Want eigenlijk wil ik geen nagellak op, omdat ik morgen stage heb. En dan met die parfum en zo gaat het er weer af. Maar dit ziet er ook niet uit. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Want die 2 blijven heel lang zitten. Die van Essie niet. Deze is heel waterig. Is heel raar. Ik heb er nog eentje van Essie. Oh, hier. Deze die blijft wel lang zitten. Die. Alleen die niet. Maar dit kleur vind ik niet zo leuk. Ik wil eigenlijk even zo'n mooie nude kleur kopen van Essie. Eigenlijk deze, maar dan van hun of zo. Omdat ik die eigenlijk wel heel fijn vind. Alleen deze is dus gewoon een beetje ruk. Dit is dit kleurtje. Dit is, even kijken hoe jij heet. 370 Sugar Fix. Volgens mij zat ik met mijn trui op de speaker. Oké, en dit is 282. Ik denk dat ik voor deze ga. Lekker roze. Dus ik ga nu even mijn nagels lakken. Het is vandaag vrijdag, vrijdagavond. Ik kom net terug van stage. Ik ben een tijdje terug van stage. Ik heb een pizza in de oven gedaan. Ik heb een Turkse pizza gehaald. En wat te drinken gepakt. En dan ga ik lekker opeten. Ik heb zoveel honger. Het was zo ontzettend druk vandaag. Het was zeg maar, zondag is moederdag. En ik heb dus ook een moederdag cadeautje gekocht. Samen met mijn broertje. Dus die zal ik even laten zien zo. Maar dat was dus moederdag, dus het was zo druk. Oh my god, niet normaal. En ik ben net even langs de etels gereden toen ik naar huis kwam. Om deze te halen. Dat is die crème die ook bij die shampoos hoort. Deze had Anna Nushin ook gebruikt. En ik had daar natuurlijk die tester van. En die leek me wel heel erg chill. Dus ik dacht, die haal ik even snel. Want de etels bij ons in het dorp is toch tot 10 uur open. Dus die heb ik ook even gehaald. En ik heb even bij het postkantoor 2 pakketjes afgeleverd. Want ik heb een Ray-Ban bril verkocht hier, een Unite Wardrobe en een zwart blouseje. Dus die heb ik ook afgeleverd gelijk. Die heb ik gisteren verkocht. Dus dan dacht ik vandaag gelijk op de post. Ik wil even dit ding openmaken. Maar ik heb geen straat. Volgens mij hebben we het laten inpakken. Ja. Ah, kan ik het niet laten zien. Er zit een geurtje van Hugo Boss bij en van Chanel. Even kijken. Zal ik het gewoon even openmaken?
Oh, deze is wel open. Leuk. Deze is wel open, dus die kan ik wel laten zien. Even kijken. Dit is van Our Rituals. Deze heb ik voor mijn moeder gekocht. Er zit dan zo'n foaming shower gel in, een body scrub en een body cream van Rituals. Dat is zo'n heel leuk setje. En zal ik deze ook proberen open te maken? En dan hebben we nog voor mijn moeder deze Rituals gezicht zonnebrand gekocht. Omdat ze die heel erg fijn vindt. En we hadden zo'n testertje ervan. En hij rook echt super lekker. Dus die twee. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag 12 mei. En ik kom net terug van werk. Ik heb van 12 tot 4 gewerkt. Kinderzwemles. Daar zeg maar, je hebt één iemand die is echt gediplomeerd. Ja, gediplomeerd daarin. Die heeft een diploma daarvoor, bla bla. En ik ben dan als assistent om gewoon te helpen en op te letten dat er geen kinderen verzuipen. Mijn nagellak is er helemaal afgegaan in het zwembad. Maar er zitten nog wel wat restjes, dus dat ga ik er even afhalen. En ik wacht tot Miel even reageert. Want we gaan wat doen vanavond. Maar ik heb allemaal opties gegeven wat leuks om te doen. Dus hij mag even kiezen. Ik heb ook erbij gezet mijn muur verven. Dus misschien zegt hij wel, ja, we gaan je muur wel verven. Dan ben ik echt intens gelukkig als hij dat zegt. Maar oké. Even afwachten, want ik ga me ook nog niet aankleden. Als hij zegt, van we gaan je muur verven, doe ik oude kleren aan. Maar als hij zegt, kom, we gaan ergens wat drinken of iets, dan doe ik niet mijn oude kleren aan. Dus daar wacht ik nog even op en dan ga ik me aankleden. Ik heb mijn haar al gedaan, make-up al gedaan. En ja, ik heb echt zo weinig te vertellen in het leven. Oh my god. Ik ben echt benieuwd hoe lang deze weekvlog is. En ik heb echt intens honger, maar mijn ouders zijn nog op een verjaardag. En Janie is teruggekomen van vakantie. Die was een weekje naar Turkije. Dus vorige week toen we naar Amsterdam gingen, was wel grappig. Zeg maar, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar mijn ouders hadden vroeger liever niet dat ik op Facebook en toen Hives zette dat ik op vakantie was en zo. Nou, dat hebben ze eigenlijk nog steeds wel. Vinden ze niet heel chill, want dan weten inbrekers, zeg maar, als jij bijvoorbeeld op Instagram een foto plaatst met dat je op vakantie bent, dan weten inbrekers ook dat er bij jou niemand thuis is, zeg maar. Of nou ja, mensen weten dat en nou, bla bla. Dus vorige week was ik met Janie in Amsterdam en toen ging ik er filmen dat ze kleren had gekocht. Hij zei, ja, dat is leuk voor een Turkije, want ik ga volgende week naar Turkije. Toen zei ik, mag ik dat wel zeggen, want dit komt zondag al online. Oh nee, echt over jou. Dus nou, oké, goed verhaal weer. Echt top verhaal. Ik ga even met mijn nagels lakken, want dit ziet er ook niet uit. Welke kleurtje zou ik nu doen? Oké, ik ga denk ik voor dit kleurtje een koraal kleurtje van Catrice. Dus dat. Oké, ik ga mijn nagels lakken. Oké, jongens, Milan komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan we me weer verven! Ik heb er zoveel zin in. Het is zo raar dat ik er zoveel zin in heb om mijn muur te verven. De meeste mensen vinden dat echt niet leuk, denk ik. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg leuk om mijn muur te verven samen met hem. Dus, oh, ik ging bijna op mijn laptop zitten. Dus hij komt zo meteen, dus dan gaan we dat doen. Ik ben helemaal buiten adem. En ik ga nu even snel naar de Albert Heijn lopen, want ik wil vanavond nachos voor ons maken. Die ik toen met Kerenshaar ook had gehad, gemaakt. Dus we moeten even die spulletjes halen, zodat ik dat kan maken. Dus ga ik nu even doen. En dan afwachten tot muur er is. En dan gaan we met muur verven. Ik heb er zoveel zin in. Oké, jongens, ik was een heel mooi verhaal aan het vertellen. Maar hij stond niet aan. Maar Sam die gaat me even naar de Albert Heijn toe brengen. En hij heeft mijn jas. Mooi. Precious. Oké, ik weet niet precies wat we allemaal nodig hebben. Staat me beter dan mijn vader. Echt niet. Echt het is een vrouwenmodel. Ja, nou, staat me mooi. Iets een beetje door? Nee. Nou, alle meisjes die nog interesse hebben in Sam, ik zal ze Insta hieronder neerzetten. Ja, denk ik ook. Hij is, ik ben al bijna een jaar single. Hij is bijna 14. Echt niet. Oké, okay, ja, nog 3 maanden. Een paar maanden en dan is hij 14. Zit op Zegbroek College in Den Haag. Delft. Pas op, hè, want er komt de auto. Trap, 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 jong, 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 trappen. We hebben het
oude behang van de muur heb ik even op de grond neergelegd. Ik heb mijn bed aan de kant geschoven. Dus nu hoef ik alleen maar te wachten tot het nieuw er is. En dan kunnen we beginnen. Ik heb er echt zoveel zin in. Echt, het is echt niet gezond. Maar goed, ik vind dat ik dit nog best wel netjes neergelegd eigenlijk. Ik ben best trots op mezelf. Oh, en ik ga even die twee dingetjes, drie dingetjes even afplakken, denk ik. Vooral die, want die is echt vies geel. Ik kan hem misschien wel gelijk wit verven. Maar ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Dus die ga ik even afplakken. Oké, ik sta nu op mijn bed. Maar ik heb alles klaargezet. Ladder gepakt. Ik heb die dingetjes afgeplakt. En allemaal spullen. Ik zat er even van, oeh, dichtbij laten zien. Oh, ik ben helemaal uitgeput. Oké, die dingetjes heb ik gewoon afgeplakt. Best goed gelukt. Dan hebben we zo'n hele lange stok. Met zo'n draaiding eraan. Pot verf. Zo'n dingetje. Zodat die kleine rollertjes daar omheen kunnen. Zo'n klein kwastje. Nog een kwastje. En zo'n groot ding. Dus even wachten tot het nieuw komt. Ik hoop dat hij opschiet. En ik had toen hier een tijdje geleden alvast wat geprobeerd met witte verf. Maar oké. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En zoals je ziet is mijn muur wit. Of althans nog niet helemaal wit. Er zitten nog wel wat vlekjes daar. Want de blauwe kleur die schijnt nog een beetje door. Maar er zit pas één laagje op. Dus ik ga denk ik vanavond of morgen laagje nummer 2 doen. Alles staat nog wel zo. Mijn bed staat ook nog heel raar. Maar goed. Mew is net naar huis, want de zus is jarig. Maar ik moest nog even douchen. Dus ik ga er nu ook heen. Wat ik aan heb is dit shirt van Lovies. Ruitjesbroek van H&M. En mijn Gucci riem en mijn Sandra zoek aan. En dan ga ik nu daarheen. En we hebben vanmorgen lekker moederdag ontbijtje gehad. Dat was heel erg lekker. En vanavond komen mijn opa en oma volgens mij. Of we gaan naar mijn opa en oma, dat weet ik niet precies. Maar we gaan in ieder geval iets met mijn opa en oma doen. En ja, vanavond wil ik dus nog proberen die muur te verven. Het is wel heel wit nu, mijn kamer. Maar ja, ik wil hier eigenlijk nog een paar leuke foto's of lijstjes ophangen. Ik zit nu even op sites te kijken en zo voor wat lijstjes. Dus ja. Dus ik ga bij deze alvast de weekvlog afsluiten. Omdat ik denk ik toch niks meer ga doen. Of niks meer ga filmen in ieder geval. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. En tot de volgende weekvlog. Doei doei. Laat zien wat ik nou uiteindelijk heb gekocht. Ik heb maar één dingetje voor mezelf gekocht. Als eerst een cadeautje voor Mew. Maar ik weet niet. Ik ga het denk ik vanavond al geven. Want